Maar ik erger me er vooral aan dat... ik begon langzaam weer meningen te krijgen. Zo eerst twee jaar was ik gewoon blij dat ik geen mening hoefde te hebben over dingen. En op een gegeven moment word je weer gewoon inwoner van het land. En iedere keer als er een nieuw issue was en ik keek in de media of social media... dan moest je of kiezen uit radicaal aan de ene kant of radicaal aan de andere kant. En dan wil je verdiepen, maar ik hoorde niet echt discussies... met inhoudelijke meningsverschillen die ook nog een beetje normaal waren. Dus meteen als ik het niet meer eens ben, dan ja, ga ik ook in je timeline kijken. Dus bij jou, of je ooit gevlogen hebt, dan mag je niet praten. En dat soort rare discussies, of je plastic boterhammetrommeltje hebt. In plaats van gewoon, oké, ik ben het totaal niet met je eens. Hoe jij naar de samenleving kijkt, is heel anders dan ik. Maar laten we het daar gewoon op een normale manier over hebben. En volgens mij kun je dan ook veel betere inzichten hebben, veel gezondere discussies voeren. Ja, en dan pas al kunnen we inkijkjes geven. Niet in hoe het nu loopt, hè, want daar weet ik ook niks van. Maar wel in processen. Volg je niks meer van hoe het nu loopt? Ja, dan volg je. Dus dan weet ik niet meer. Ik kan niet verklaren waarom een politicus nu iets zegt. Want daar weet ik niet meer van dan jullie. Dat is eigenlijk het spannendste dat ik van jullie zou willen horen. De contacten die je nog hebt in Den Haag, die hebben jullie nog. Je hebt toch een netwerk. Dat ik iets hoor wat ik niet kan achterhalen, omdat ik het netwerk niet heb. Ja. Maar ja, dan droog je netwerk binnen twee weken ook op, natuurlijk. Dus... ja, als je echt gaat zeggen wat je tegenkomt... Ik vind het verder om dan een vergelijking te trekken met iets wat je zelf meegemaakt hebt... en dan over te praten hoe je dat zelf hebt gedaan en ervaren. Want nu kan ik het ook niet weten. Ik kan alleen naar iemand luisteren die me iets vertelt. Maar je kunt wel, denk ik, verklaren waarom een besluit moeilijk is. Waarom, we gaan het over migratie hebben, maar migratie is een heel moeilijk onderwerp. Dan weten we wel vrij goed wat er achter de schermen, hoe die verhoudingen ongeveer zijn. Wat ik spannend zou vinden.